give me some. Move your body right. Pull your hands up. Move your arms around. Yep. I know soul. Nod your head. This tight. Nigga got soul. Yo. Als u nog één keer ongevraagd het woord neemt, laat ik u verwijderen. Is dat duidelijk? Is dat. Er is een verzoek gedaan om opname te mogen maken door de heer Donk. Dat is u. Dat klopt. We hebben dat toegestaan voor zover het betreft dit hof, de opname. Of partijen en hun advocaten willen worden gevuld, is aan hen. Ik ga dit opvragen aan mevrouw Vissers en haar cliënten, of zij bezwaren tegen hebben dat ze worden gevuld. Ik maak hier bezwaar tegen, want er is geen enkel overleg geweest. Ik weet niet wie, namens wie dit is gedaan. Nee, weet ik ook niet. Misschien wil meneer Donk toelichten. Ik film voor JDTV. Wat zegt u? Ik film voor JDTV, dat is een internetzender. Oké. Nee, ik maak hier bezwaar tegen. Ja, nou, u hoeft er niet, u wordt niet gefilmd. En verder is een openbare zitting, we hebben wel toestemming gegeven om hier te filmen en geluidsopnames te maken. En daar blijven we bij. U wordt dan niet in beeld gebracht. Ja, is dat wel akkoord? Ja hoor. Dat geldt uiteraard dan ook voor u, begrijp ik ook nog. Ik maak ook bezwaar tegen opname, want het probleem is juist dat we op alle mogelijke manieren opnames en wat die ze meer zijn op internet worden geplaatst door de tegenpartij. Nou, om het zo maar even te noemen. En ik maak dan, dat er nu weer een opname is die ook weer misbruikt kan worden, dan maak ik er gewoon, maak ik namens cliënten. Heeft u bezwaar tegen de geluidsopname of de pleidooi of ook tegen het filmen van het hof? Allebei. Meneer de voorzitter. Ik sluit mij aan bij meneer De Bruin, want ik zei al, ik weet helemaal niets van het verzoek om camera-opname te maken. Ik weet wel dat ons kantoor op dit moment belaagd wordt door een ex-cliënt die tv-opnames maakt en die op internet zet, waarbij mijn kantoorgenoot meneer Moskowitz uitgemaakt wordt voor nazi. En daar heb ik geen trek in. En op zijn website is ook aangekondigd dat ik vandaag hier optreed in het pleidooi voor SDN en de bestuursleden van SDN. Dus ik heb een vermoeden dat dit misbruikt wordt. Ik weet niet of dat verband houdt, meneer Donk. Nee, dat staat in principe los van elkaar. En ik wou juist ook van de gelegenheid gebruik maken vandaag om een kans aan mevrouw Vissers te geven om daar een weerwoord op te geven als ze daar heel veel behoefte aan zou hebben. Maar dat staat los van de opnames. En wat gaat u met de opnames doen, nog even ter voorlichting? In principe gebruiken we op ons YouTube-kanaal. Het is jammer dat mevrouw Vissers nee schudt, want het zou een ultieme gelegenheid zijn. Nee, maar dat was het wel. Maar dat staat inderdaad los. Nou, we zullen ons even, ik schors even de zitting kort volgelijk, dan gaan we overleggen over... Mag ik u dan een uitdraai geven van de website? Nee, we gaan niet eens schors de zitting. Van je reden. U mag blijven zitten.